Hier ligt John Gamble, een 20-jarige soldaat uit Engeland. Hij maakt zijn school niet af om de Duitsers te verslaan in de Eerste Wereldoorlog. Op een ochtend in mei 1916 wordt hij getroffen door een kogel en hij sterft. Hij is niet de enige, want tijdens de Eerste Wereldoorlog komen er bijna 20 miljoen mensen om. Bijna 20 miljoen mensen. Dat zijn er meer dan er nu in Nederland wonen. Hoe komt het dat er zoveel mensen omkomen in de Eerste Wereldoorlog? En waar vochten ze eigenlijk om? Nou, daarover schrijft John in de brieven die hij naar huis stuurt. In 1914 rommelt het al een tijdje in Europa. Een aantal landen maken fiks ruzie met elkaar. Wanneer de Oostenrijkse kroonprins wordt neergeschoten, slaat de vlam in de pan. Oostenrijk geeft Servië de schuld en verklaart dat land de oorlog. De ruzie spreidt zich als een olievlek uit over heel Europa. Een aantal landen hebben beloofd elkaar te helpen wanneer er oorlog uitbreekt. Duitsland, Hongarije, Turkije en nog een aantal landen sluiten zich aan bij Oostenrijk. Dat zijn de centrale. En onder andere Frankrijk, Engeland, Rusland en later ook de Verenigde Staten zijn de vrienden van Servië. Dat zijn de geallieerden. Uiteindelijk gaat de ruzie tussen 33 landen over de hele wereld. Vandaar de naam Wereldoorlog. Nederland is samen met een handjevol andere landen neutraal. Dat wil zeggen dat ze geen partij willen kiezen in deze ruzie. Maar we hebben wel last van de gevolgen van de oorlog. Er is veel honger en armoede. En dat komt omdat normale handel met andere landen bijna niet mogelijk is. En er komen heel veel vluchtelingen naar ons land toe. Ook België probeert neutraal te blijven, maar wordt gedwongen aan de oorlog mee te doen, omdat Duitsland besluit dwars door België te trekken om Frankrijk te veroveren. Back home by Christmas, weer thuis met de kerst. Dat is het idee. Die Engelsen zullen die Duitsers wel even een lesje gaan leren. Met miljoenen jonge soldaten tegelijk melden ze zich meestal vrijwillig aan. Op naar het avontuur. Sommigen liegen zelfs dat ze oud genoeg zijn, zodat ze maar dat leger in kunnen. Zo graag willen ze naar het slagveld. Op de dag zelf worden ze uitgezwaaid door hun ouders en de jonge soldaten gaan vrolijk, zingend en fluitend richting het front. Eén van hen is John Gamble. Hij komt in 1915 aan in België als de oorlog al een jaar aan de gang is. Hij is dolblij dat hij eindelijk naar het slagveld in België kan om daar tegen de Duitsers te vechten. Maar John merkt al heel snel dat er werkelijk geen enkele reden is om enthousiast te zijn. Het lachen en zingen vergaat hem. Hij komt terecht in een smerige oorlog met verschrikkelijke wapens, waar miljoenen mensen, net als hij, kansloos aan hun einde komen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft bijna de hele wereld ruzie met elkaar. Noord-Frankrijk en België wordt het zwaarst gevochten en vallen de meeste doden. Aan het begin van die oorlog staat Engelsman John Gamble nog te popelen om naar het front te mogen en die vijand dus even te verslaan. Totdat hij er middenin zit. Het geweld gaat altijd door. Elke dag en elke nacht. Slapen doen we niet langer dan 3 uur. En onze kleren doen we nooit uit. Alleen al het besef dat hier niet weg te komen is, maakt iedereen bloednerveus. De Duitsers trekken dus met hun legers richting Frankrijk om dat land te veroveren. Maar op weg daar naartoe lopen ze in België vast. En door de aanhoudende regenbuien komen ze geen centimeter verder. En dan gebeurt er iets wat nog nooit eerder zo massaal gedaan is in de oorlog. Soldaten graven zich in. Ze graven heel veel geulen, de beruchte loopgraven. Ze zijn soms kilometers lang en van hieruit beschieten ze elkaar. Het leven in zo'n loopgraaf is verschrikkelijk. Overal modder, luizen, ratten. John kan zich nergens wassen. Er is geen toilet, er is geen schoon water. En soms is er zelfs geen eten. En de hele tijd het geluid van beschietingen, bombardementen, fluitende kogels, het gekerm van stervende kameraden om je heen. Het is de hel op aarde. Elk moment kan je laatste zijn. Het is om gek van te worden. Soldaten kunnen geen kant op. Ze zitten maar in die kou en modder te wachten totdat er weer geprobeerd wordt een stukje land te veroveren. Dan klinkt er een fluitsignaal en dan worden de soldaten met 100 tegelijk gedwongen die loopgraven te verlaten en richting de vijand te rennen. De meeste van hen hebben geen schijn van kans. Ze worden na een paar meter al doodgeschoten of lopen vast in een prikkeldraad. De rest trekt zich terug
geen centimeter land veroverd. En dat gaat zomaar door. Tijdens die Eerste Wereldoorlog worden steeds weer nieuwe technieken ingezet om zoveel mogelijk soldaten te doden en een klein stukje land te veroveren. Machinegeweren, tanks, vliegtuigen, prikkeldraad. Het ene wapen is nog verschrikkelijker dan het andere. Maar het allerergste nieuwe wapen is gifgas. Wordt hier op deze plek door de Duitsers voor het eerst ingezet. Bij gebruik moet je uitkijken hoe de wind staat, want anders krijg je zelf de volle laag in je gezicht. Zondag 19 december zal ik nooit vergeten. Ons schuilhol was helemaal gevuld met gas. Vreselijk was het. Het gas had al een paar van onze jongens gepakt. Maar hoestend en kokhalzend moesten we toch voorwaarts. De verwoestende werking ervan is voor iedereen een complete verrassing. Honderden soldaten sterven tijdens zo'n gifgasaanval tegelijk een verschrikkelijk pijnlijke dood. Na 21 mei 1916 komen er ineens geen brieven meer van John. Er moet in de loopgraven rond Ieper iets met hem gebeurd zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gaat de strijd maar door en door en door. Er wordt weinig vooruitgang geboekt en er vallen heel veel doden en gewonden. De doden worden meestal gelijk achter het slagveld begraven en de gewonden worden zoveel mogelijk opgelapt, zodat ze vervoerd kunnen worden naar het veldhospitaal dat hier stond, de Leizendroeg. Hier wordt dag en nacht keihard gewerkt om zoveel mogelijk levens te redden, maar vaak komt de hulp te laat. Wie er sterft in dit veldhospitaal, wordt hier begraven. En zo is begraafplaats Leizendroeg ontstaan. In het begin worden alle doden nog keurig netjes begraven. Maar later sneuvelen er zoveel soldaten, er is gewoon geen tijd meer voor. Dus hun lichamen worden gewoon zo in een kuil gekieperd. De begraafplaatsen worden groter en groter. Eind mei 1916 krijgt de moeder van John toch weer een nieuwe brief. En ze hoopt zo dat die van haar zoon is. Maar dat is niet zo, het is van het leger. En ze krijgt het ergste nieuws dat de moeder kan krijgen. Helaas moet ik u meedelen dat uw zoon, luitenant John Gamble, vanochtend om 6:30 is gestorven. Ook na de dood van John gaat de strijd nog jarenlang door. En al die tijd verschuiven de grenzen van het oorlogsgebied nauwelijks. Maar er sterven wel miljoenen soldaten en burgers door het oorlogsgeweld. Pas in 1917, wanneer de Amerikanen met de geallieerden mee gaan vechten, komt het einde van de oorlog in zicht. En op 11 november 1918 geven de Duitsers en haar bondgenoten zich tandenknarsend over. De meeste mensen hebben zoveel ellende gezien en meegemaakt dat ze vinden dat alles anders en beter moet. In Rusland, Oostenrijk en Duitsland bijvoorbeeld worden de leiders vervangen na een opstand van het volk. En in Nederland krijgen mannen en vrouwen kiesrecht. De wereld is voorgoed veranderd, maar de oorlog wordt niet vergeten. Zeker niet in België. Dit is de weg waarover John en 100.000 andere soldaten marcheerden richting het front. Nu staat hier een monument voor al die mannen en vrouwen die omgekomen zijn rondom Ieper en waarvan het lichaam nooit gevonden is. Iedere naam op deze muur staat voor één persoon. Er staan er hier 55.000. Op deze begraafplaats zijn nog eens 35.000 namen van nooit meer teruggevonden soldaten gegraveerd. Er zijn nog minstens 3 van dit soort muren nodig om alle vermisten op kwijt te kunnen. Als eerbetoon wordt hier iedere avond al bijna 100 jaar om 8:00 precies de Last Post gespeeld. Een trompetsignaal dat door het Britse leger altijd is gebruikt als afsluiting van de dag. Overal zie je klaprozen. De klaproos is het symbool van de Eerste Wereldoorlog. Dat komt omdat het namelijk een van de weinige plantjes was dat kon overleven op dat bloedige slagveld. Ik denk dat John ze vanuit zijn loopgraaf ook wel gezien heeft. In plaats van te vechten tegen de vijand, heeft hij die laatste nacht in het veldhospitaal gevochten voor zijn leven. En hij heeft het niet gered. 22 jaar en een van de bijna 20 miljoen mensen die zijn omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog.